Welkom bij Kotfood. Stel dat je goesting hebt in een pizza, maar je hebt geen pizzadeeg. Je hebt wel nog een beetje oud brood in je kast of in je vriezer, dan is dit gerecht perfect voor u. Ik maak vandaag boterhampizza's. En beginnen met het brood onder de grill te steken, zodat dat langs de twee kanten mooi krokant kan worden. En dan is het tijd om weer de microgolf te gebruiken met de dual crisp functie. Er is zo'n goede plaat bij. Je kunt uiteraard ook gewoon een pan gebruiken als je dat niet hebt. En wat ga ik daarmee doen? Een bladje salie, een bladje coppa en fijn gesneden lokenbloem. Dit mag nu in de microgolf op de dual crisp mode en ongeveer 5 minuten totdat het lekker krokant is. Als de broodjes getoast zijn, mogen daar plakjes tomaten over en dan kruiden met peperzout en een klein beetje oregano. Een beetje gemalen mozzarella erover en dan grillen totdat het mooi goudbruin is. Ik heb nu wel zo'n Rolls Royce van een fornuis, maar als je dat niet hebt, is een gewoon grilletje ook goed. De pizzakjes zijn klaar en nu zien wat de microgolf te bieden heeft. Oh, super crispy coppa. Super crispy salie en look. En nu is het tijd om te dresseren en af te werken met wat basilicum. Heb je goesting gekregen in deze boterhampizza? Dan stel ik voor dat je dit filmpje liked, subscribe op mijn kanaal, klikt op dat belletje zodat je op de hoogte bent van wanneer er nieuwe filmpjes online komen en dat je die deelt met al je vrienden. Smakelijk eten! De Supreme Chef van Whirlpool is een beest. Heb je zin om deze microgolf ter waarde van 300 euro te winnen voor op je kot? Klik dan op onderstaande link. Je kunt op twee manieren deelnemen. Ten eerste door mij op Instagram te volgen of u te abonneren op mijn YouTube kanaal. Door ze alle twee te doen, verhoog je uiteraard je kansen om te winnen. De wedstrijd stopt op vrijdag 5 oktober om 8 uur 's avonds en de winnaar zal willekeurig gekozen worden uit alle deelnemers. Veel succes!